Ja, volgens staatsbosbeheer is het belangrijk dat kinderen natuur leren kennen. Daarom wordt zondag weer het vogelfestival gehouden in de Oostvaardersplassen. Ja, sinds vele jaren staat de derde zondag in september in het teken van het vogelleven. We praten erover met Janine Keurentjes. Zij is van staatsbosbeheer en ze staat momenteel uh, ja, bij uh, het staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen. Wat, wat zie je precies? Ja, ik sta nu op het uh, terras bij Buitencentrum Oostvaardersplassen. Dus als je hier een uh, kopje koffie drinkt, uh, dan krijg je dit er gratis bij. En achter mij zie je de Keersluisplas, uh, waar je nu uh, grauwe ganzen ziet en krakeenden. En heel in de verte zie je de. Wat witte stipjes, uh, dat zijn de, de lepelaars met de jongen. Die komen vaak ook deze kant op en staan dichter bij het terras. Uh, maar nu even wat verder weg. Ja, mooi gezegd ja, Dus he? hier zie je al wat van het uh, rijke vogelleven wat we hier hebben. Ja, ja. Ik geef toch wel even de tip aan de mensen die zeg maar, uh, nu alleen radio luisteren. Zet gewoon inderdaad de tv of de app op de website aan. Dat zijn prachtige plaatjes waar je staat natuurlijk bij de Oostvadersplassen. Uh, een vogelfestival. Ja, zeker, ja. Um, wat, wat moeten we daar nou precies van voorstellen? Ja, dat is eigenlijk het, het, een, een festival waar alles natuurlijk in teken staat uh, voor de vogels. Uh, Nationaal Park Nieuwland en de Oostvaardersplassen hebben een, een heel rijk vogelleven. Uh, ja, en dat willen we graag aan mensen laten zien. En ook uh, ja, als je het echt beleefd hebt, dan weet je natuurlijk ook wat je moet beschermen. Eigenlijk. En met het vogelfestival uh, proberen we dat ook echt te doen. Ja, je probeert dus te bereiken zeg maar, dat de mensen wat voorzichtiger worden met uh, de natuur, met de vogels. Ja, ja, we moeten ook wel echt een beetje zorgen voor de vogels. En zorgen dat die een goed leefgebied hebben. Ja. Uh, nu uh, kom ik dan op die vogelmarkt. Uh, uh, zijn er dan wel vogels? Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat als er allemaal mensen zijn. en die komen naar die vogelshow toe. dat, dat ze dan wegvliegen. Of uh, zijn ze geen, niet mensenschuw? Nee, nou, we hebben natuurlijk altijd wel uh, genoeg afstand. Zoals je hier ziet bij het terras. Hè. Dan is het echt nog wel een stuk verder uh, voordat uh, de vogels uh, er staan. En uh, op het moment dat we excursies gaan doen, dan, dan, ja, dan zitten ze ook wel op afstand. In ieder geval ver genoeg uh, om ze toch nog goed te kunnen zien. Maar is dat ja, altijd wel een strijd de voor jullie? Uh, is dat, is dat altijd wel een strijd voor jullie? Van, ja, er komen veel mensen, maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook de natuur beschermen. Dat moet wat rustiger zijn. Maar ja, mensen zijn soms niet rustig en komen met auto's en komen met allerlei dingen daar naartoe. Is dat wel een strijd altijd voor jullie? Nou, de, de, ik denk dat we dat uh, wel altijd in goede banen kunnen leiden. Om daar uh, dus te zorgen dat de parkeervoorzieningen wat verder weg zijn. Dat we uh, alleen excursies doen uh, met een gids, uh, zodat je echt goed uh, dat kan beschermen. Um, nog even over de vogels. Dus op die he, manier want is... kan je en beleven en beschermen. Ja, er zit iets vertraging op onze lijn. Dus soms zitten we door elkaar te praten. Maar we geven elkaar rustig de ruimte. Uh, even over de vogels. Zijn er al vogels weggevlogen die we niet uh, zien? Die misschien al uh, ja, de, de, de winter voelen aankomen? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, geen. Uh... Hele grote vogelkenner ben, en dan moet je echt bij de boswachter zijn of zondag komen op het Vogelfestival, waarbij je excursies kan doen met echte natuurkenners. Mm -hmm. uh, maar volgens mij valt het allemaal wel mee nog. Er ja. okay. uh, zijn er een, heel veel, een heleboel vogels zijn er nog. Ja. Wat, uh, wat kunnen we nog meer beleven? Want er zijn allemaal kraampjes, wat is daar allemaal bij te, te zien en te kopen en dat soort zaken. Nou, het, het Vogelfestival is ook per uit, bij uitstek uh, het evenement om een nieuwe verrekijker uh, te proberen of zelfs te kopen. Er staan verschillende leveranciers van, maar ook uh, vogelreizen. Uh, naar nou, iemand die met, met laarzen staat en goede wandelschoenen. En, uh, dus er is dus eigenlijk van alles te doen wat uiteindelijk wel in het teken staat van, van vogels en het beleven van vogels. Ja, Janine, je staat nu nog en in En ook een aantal kinderactiviteiten. Ja, je staat nu nog in een prachtig zonnetje daar. Uh, het ziet er allemaal mooi uit. Maar de komende dagen en het weekend, ja, daar kijk je natuurlijk ook naar, want zondag is het zover. Je ja, ziet het er allemaal niet zo best uit. Is dat nog van... ja, stoort dat jullie evenement nog? Nee hoor, nee, we hebben ook diverse lezingen. En die vinden allemaal uh, plaats: of in een grote tent of in het buitencentrum. En uh, die zijn gewoon overdekt, dus daar kun je gewoon naartoe. De excursies zitten in overdekte wagens, het meeste. Uh, dus er is nog steeds genoeg te beleven. En is het allemaal gratis gratis toegang? Uh, ja, het evenement zelf en de lezingen zijn gratis. Voor de excursies vragen we een kleine bijdrage. Ah, en hoeveel mensen verwacht je? Nou, tussen de 1000 en de 1500 denk ik. Dat is een beetje wat voorgaande jaren ons leert. Nou, maar het wordt lekker druk. Ja? <laughs> ja ze, ze, ze zit met haar oortje in. Oh, ja, uh, ja. Maar goed, het maakt niet uit. Ja, uh, lekker dus, druk dus aankomende zondag. Uh, dankjewel voor deze uh, voorbereiding op wat we dus komende zondag gaan verwachten in de Oostvadersplassen Vogelfestival. Sinine Keuntjes, dankjewel van Staatsbosbeheer. Graag gedaan.